Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Sebastiaan en ik ben hier vandaag met... Dennis. We zijn vandaag in Hoorn. Ja. Ik ben er nog nooit eerder geweest voor een examen. Dus ik ben weer benieuwd of we tegen gaan komen. Ik denk weer niet het allermoeilijkste gebied. Maar een stukje moeilijker als laatste MM Meppel waar ik was. Het is wel ietsjes drukker. Dus we gaan het zien. Ze zijn lekker met de fietsexamens bezig hier. Ja. Dat herinner ik me nog. Bij de verkeerslichten zijn, gaan we naar rechts. Ja. Verkeerslichten gaan we ook naar rechts. Die leshouders volgen gewoon extra. Ja, dat precies. De strategie van vandaag. Ja. Tweede mogelijkheid gaan we naar links. Oké. Tweede mogelijkheid. Ja, tweede mogelijkheid links. Als je de tweede mogelijkheid linksaf moet op een rijbaan met twee rijstroken. En je hebt dus een linkerrijstrook nog naast je. Is het belangrijk dat je goed om je heen blijft spiegelen en in de gaten blijft houden wanneer die linkerrijstrook naast je vrij is. Uiteraard ook altijd goed opletten bij de tweede mogelijkheid naar links. Ja, dat op het moment dat je bij het tweede kruispunt bent, dat je wel goed kijkt of je daadwerkelijk ook linksaf mag slaan. Bij mogelijkheid is dat namelijk niet altijd het geval. Ging veel te vroeg naar links net. Nou ja, dat heb je niet zo vaak hoor, dat het dan... Het invoegen en het uitvoegen heel kort wordt gescheiden door zo'n verdrijvingsvlak. Vaak maken ze dan gewoon een W-vak ervan, hè? Ja. Gecombineerd in een uitvoegen. Apart. Dan gaan we naar links. Altijd leuk als we weer zonder waarschuwing een doodlopend gebied inrijden. Nergens een bordje doodlopende straat, maar uiteindelijk lopen we hier wel volledig vast. Nou, volgens mij is een lekker doodlopend industrieterreintje opgereden hier. Ja. Kan niet veel. Dan gaan we zo even een mooie opdracht verzinnen waardoor we weer terug kunnen. Ja. Ja, het is wel okay. Mooi. Ja, nou prima. Kan eens, even kijken, waarschijnlijk dat je hier ergens mag je achteruit in parkeren. Typisch toen we die straat reden, die paaltjes, waar ik dan op de navigatie denk, dan kunnen we mooi rechtdoor de wijk in, wordt dan weer afgezet. Ja. Nou goed, met een mooi achteruit in parkeren kunnen we dan weer draaien. Dat was geen fijne plek, maar die zit een beetje... Nou, kan wel. Wil jij in één keer slagen voor je praktijkexamen? Vergeet dan niet Streetwise TV te checken. Dat is mijn videocursus waarin ik je precies uitleg wat je moet doen en wat je moet weten om in één keer te kunnen slagen. Denk bijvoorbeeld aan alle bijzondere verrichtingen en hoe je ze eventueel moet corrigeren. Invoegen, uitvoegen, complexe kruispunten, in- en uitritconstructies. Alles vind je daar met handige tips, tricks en ezelsbruggetjes. Dus ik zou zeggen, check even de link in de beschrijving. Nou, zullen we gaan? Prima. Ja. Heb je in ieder geval één bijzondere verrichting gehad? Dat scheelt weer, toch? Ja. Ik dacht dat het lastig ging worden met inschatten waar de stoep komt in een betere auto, maar dat valt wel mee. Ja, nou. Het is altijd natuurlijk een beetje wennen, maar wat ik al zeg... Als je op je... Want je rijdt natuurlijk in je Clio-lesje. Als je daar gewoon netjes stuurt, dan heb je ruim voldoende afstand van de kant. Ja. Als je dat met deze auto doet, heb je ook nog steeds ruim voldoende afstand van de kant, maar... Iets minder, hij is iets breder natuurlijk. Dus. Maar zodra je slordig begint te sturen, ja, dan zal je bij deze auto eerder afgestraft worden. Dan zal je eerder tegen de stoep aanrijden aan als met een wat kleinere auto. Zeker.
Heel netjes dat we hier iets vertragen. Natuurlijk even terugzakelen naar die tweede versnelling. Blijft een 50 weg, maar je ziet vrij weinig. Er staan natuurlijk fietsers te wachten, dus dat is het goed om daar even tempo terug te nemen. Ook dit netjes opgelost en zeker niet inhalen op dit moment natuurlijk. Je haalt geen fietsers in wanneer je geen zicht hebt op de situatie. Dus niet vlak voor een kruispunt, niet in een onoverzichtelijke bocht. De weg die je nodig hebt om in te halen moet vrij zijn en te overzien. Ik voel nog een beetje ruig, dat maar. Ja, nee, dat is logisch als je een andere auto rijdt. Ik bedoel, een beetje met schudden met wegrijden, ja. Toch? Zou je ideeën hoe je dat iets soepeler zou kunnen maken? Ja, koppeling rustiger. Iets rustiger, een klein beetje gas geven ook met wegrijden. Ja. Merk je dat hij dan zeg maar een beetje aan trillen is bij het wegrijden? Ja. En dat hij op een gegeven moment ook stilvalt? Komt omdat je niet genoeg gas geeft. Oké. Okay. Dus je rijdt in eerste instantie, probeer jij volledig te versnellen op de koppeling. Doe je niet bewust hoor, maar wat er gebeurt is dat je eigenlijk met wegrijden alle versnelling vanuit de koppeling meeneemt. En niet met een beetje gas erbij. Ja, dus meer gas. Klein beetje. Als je wegrijdt vanuit stilstand, dan mag je echt wel horen dat je een beetje gas gaat geven natuurlijk. Want hij trilt, de auto trilt omdat je met stationair toerental wegrijdt. Dus geen kracht, dat is waarom je aan het trillen is, hij heeft het zwaar. Ja. Dus als jij een beetje gas geeft, zal je merken dat hij ten eerste wat makkelijker en soepeler wegrijdt. Dat je ook die dip kwijt bent, hè, dat hij op een gegeven moment blijft hangen. Mm-hmm. En ook dat hij wat soepeler is. Dus ja, kan je nu misschien proberen, gewoon een klein laag vasthouden, een beetje gas geven. Je mag hem wel horen hoor. Wees niet bang om bij het wegrijden je gas te horen. Ja. Ja, ik zou nu met die auto voor ons. Nee, ik bedoel, bij het wegrijden natuurlijk. Ja, niet. Dus anders gaan we duwen, dat is ook niet de bedoeling. Geef me iets meer gas, iets meer gas. Geef me meer gas. Ja. Juist, daar een beetje. Zie je? Ja. En dan is nu even die balans vinden. Dat gaat natuurlijk niet in één keer dat je in deze auto zit. Nee. En in één keer goed dan, maar dat moet je wel hebben. Dus je geeft te voorzichtig gas. Je mag hem horen. Ja. Je mag ergens in deze straat achteruit file parkeren. Okay. Nou, we zijn hier begonnen met een hele nette stop. De auto staat ook mooi langs de kant. Veel ruimte achter de auto, dus ik zou ook echt de ruimte benutten. Zorg ervoor dat je goed uitsteekt. Het valt hier eigenlijk een beetje tegen nog. We hadden wel iets verder naar achter mogen rijden. De eerste hoek is hier prima. Nou, het is alleen belangrijk dat je je stuur recht zet. Want je ziet dat de auto iets doorzwaait. Nou is het stuur wel recht. Maar ook bij het terugdraaien kan die nog iets scherper ingedraaid worden. En als we dat hadden gedaan, waren we wel netjes uitgekomen. En nu raken we net de stoep. Volgens mij zijn we er bij de stoep. Ja. Klein stukje naar voren, zet je wielen recht. Het belangrijkste bij file parkeren is dat je gewoon besluitvaardig bent en de juiste hoeken weet te raken. Ja, op het moment dat je de auto in de juiste hoek zet en ook je stuur op de juiste momenten volledig ingestuurd hebt op volledig recht, dan maakt dat het file parkeren gewoon een stuk makkelijker. Misschien heeft hij dat. Nee, zijn maar. Even zijn, dan kan hij weer langs. Er staan wielen. Kijk toch, als je dan heel opnieuw. Ja. De laatste stap terug doet, zeg maar. Zo. Doe hem nog één keer. Nee, op zich stond je wel goed. Alleen, je ging net ging je te ver naar achter het vak in. Hè? Okay. Dus dan moet je nu zorgen dat je iets eerder begint met terugsturen. Ja. Toch? Dus dat is één. Ja. Kom je achteruit en begin gewoon wat eerder. Sla je maar helemaal terug. En dan slaag snel. Helemaal doordraaien. Ja. Zie je? Ja, zijn we. Tegenstoep. Heel goed. Deze is één, ja. Oké. Okay. Klein aandachtspuntje betreft het richting aangeven wanneer je een vak verlaat. En dat doe je natuurlijk op het moment dat je gekeken hebt en kan gaan.
Op het moment dat je niet meer kan gaan rijden, moet je ook even je richting uitzetten. Op die manier laat je ook het andere verkeer weten dat je in het parkeervak blijft staan en dat je ze hebt gezien. Ik heb het gevoel dat het lastiger is om file parkeren met een grotere auto. Maar... Een beetje wennen, hè? Net even wat eerder terug. Ja, vooral als je wat langer is ook. Hè? Dus dan kom je natuurlijk met je achterkant iets sneller naar de stoep toe. Ja. We rijden hier op een 50-weg en je ziet dat de weg behoorlijk bochtig is. Het wordt ook wat smaller. Dus het is belangrijk om goed naar voren te kijken en de bocht op tijd juist in te schatten. Nou, op het moment dat je hier kijkt is de bocht vrij haaks. Dus het zou beter zijn als we teruggaan naar de tweede versnelling. Je hoort en ook merkt ook een beetje in de auto dat we eigenlijk te laag in de toeren zitten. En dat de auto door de bocht heen getrokken wordt. Zoals jullie kunnen zien hebben we hier te maken met een scherpe bocht naar links en een adviessnelheid van 50 km per uur. Nou, wat belangrijk is bij een adviessnelheid is dat je in ieder geval in de juiste versnelling rijdt. De versnelling waarmee je ook dus de adviessnelheid kan behalen. Je hoeft niet per se de snelheid te rijden die op het bord staat. Het is natuurlijk een advies. En zeker bij goede weersomstandigheden en veel zicht kan je vaak wel ietsjes vlotter rijden. Maar doe het vooral op gevoel. Hè? Dus pas je snelheid aan zover jij denkt dat nodig is. Maar zoals ik al zeg, de juiste versnelling is erg belangrijk. En kom je dan wat tegen, dan hoef je in ieder geval niet meer met de versnellingen te lopen kloten in de bocht. Maar heb je in ieder geval de auto gewoon goed en netjes onder controle. Nou, prima toch? Ja. Mag je eens vrij, staat de handrem erop. Alright, hoe voel je dat ging? Nou, qua verkeersregels goed, maar de bediening van de auto kon wel beter, denk ik. Ja. Ik vond dat je best wel netjes deed eigenlijk. Geen hele gekke dingen inderdaad. Dus inderdaad een beetje de voertuigbediening. En dat is deels natuurlijk altijd in andere auto's, dat eventjes wennen natuurlijk weer. Mm-hmm. Maar wat een beetje opvalt is dat je gewoon in eerste instantie alleen op de koppeling wegrijdt. Af en toe wel ook met je versnellingen. Dus er waren bijvoorbeeld wat bochten, dan mag je een mooie 50 op die weg, trek je mooi naar z'n 3. En dan eigenlijk zie je dat je daarna weer een behoorlijk scherpe bocht waar je geen zicht hebt. En dan laat je wel eens z'n 3 en dan trekt hij een beetje door de bocht heen. Ja. Zorg ervoor dat je bij dat soort bochten wel op tijd weer terugschakelt naar z'n 2 ook. Even kijken, bijzondere verrichtingen. Best netjes, wat ik al zei, ja, die eerste was even pech van mij dat ik dan een doodlopende weg in rij. Ja. We reden naar links en gelijk stonden de paaltjes. Dus, ja, toen hield het voor ons een beetje op. Maar ja, dat parkeer je hem keurig achteruit in, dus dat doe je goed. Het fileparkeer vond ik op zich ook redelijk. Vond ik best wel netjes eigenlijk. Alleen, je hebt natuurlijk deze tijdstoets gehad, dus wat dat betreft heb je die eventjes achter de rug. Gelukkig. De eerste deed je ook goed hoor. Dus de eerste keer dat je fileparkeerde, deed je er goed. Alleen, op het moment dat je, die eerste hoek was goed. Alleen je had je stuur niet helemaal recht. Dus terwijl je achteruit bleef, ging die auto steeds in een wat grotere hoek kwam je terecht. Okay. En hoe verder jij zeg maar inzwaait, hè, of inzwaait, hoe eerder jij ook moet terugdraaien. Ja. Nou, toen begon je op zich ook alweer redelijk met je terugdraaien. Maar ook daar was je niet besluitvaardig genoeg met het stuur doorgooien. Dus je denkt, oké, nu begin ik met terugsturen. Maar terwijl je begint terug te sturen, als je gewoon goed had doorgedraaid en hem had gepakt, gewoon helemaal door tot de max, dan had die auto ook de scherpst mogelijke draai gemaakt en dan was hij netjes uitgekomen volgens mij. Alleen je was een beetje aan het twijfelen van ga ik op het goede moment, wat ik volledig begrijp, maar onthoud wel dat op het moment dat je begint terug te draaien, alles wat je inhoudt of niet volledig doorstuurt, maakt de bocht ruimer en dat betekent dus dat je meer naar de stoep toe gaat. Ja. En ja, voor de rest, de rit zag er best netjes uit. Af en toe net even wat beter in je dode hoek kijken. Dus ik zeg, je spiegel, schouders af en toe, denk ik, mag misschien net even wat beter bij pakken nog. Bij het invoegen zag ik juist wel weer dat je heel netjes over je schouder keek. Daar was je echt wel binnen. Dat zag je echt goede duidelijke dode hoeken erin zitten, waar ik af en toe wel een beetje miste. Ja. Ik denk dat dat wel een beetje het verhaal van het examen rondje was zo. Gaan we de video daarmee afsluiten en hoop ik jullie weer graag te zien bij de volgende video.